Hey. Ik zit hier te genieten van het laatste avondzonnetje. Maar Usin en Hoodiyagar roepen mij naar binnen. Alles staat immers klaar voor de derde en de vierde zangsessie van dit weekend. Het is volop lente, dus reden ten over om keihard mee te doen en mee te zingen. Goed, ik ga naar binnen. Ik neem jullie mee en ik geef het woord aan Pieter de Prater. Goedenavond, dames en heren, zangers en zangeressen. Welkom terug bij U Zingt. Voor de mensen die er gisteren bij waren, dank u wel voor de leuke reacties van gisteren. Vandaag is de tweede dag van de tweede editie van U Zingt. En we hebben twee gastcoaches uitgenodigd vandaag. De eerste zit hier naast mij en dat is Ariadne van den Branden. Dag Pieter. Dag Ariadne. Ariadne, ik heb begrepen dat jij een heel ervaren zangcoach bent. Jij geeft onder andere les aan het befaamde Lemmens Instituut. Ja, ja, ik ben gastprofessor aan het Lemmens voor de studenten jazz. En daar geef ik techniek. Oké. Okay. Maar je bent nog met andere... Ja, ja, ik geef ook les op de jazz popstudio. Okay. In Antwerpen, een pop- en rockschool in Brugge. En ik coach verschillende mensen ook in de popscene en kleinkunst. En ik word ook wel eens geroepen in een studio... van, er is een probleem, kan jij even komen helpen? Om vocale problemen op te lossen? Ja. Oké. Okay. En ik heb ook begrepen uit jouw cv dat jij een gecertificeerde CVT-zangcoach bent. Authorized CVT teacher. Authorized CVT teacher. Wat betekent dat? CVT is Complete Vocal Technique. Dat is een nieuwe methodiek die ontwikkeld is door Catherine Sadolin in Denemarken. En die is eigenlijk voornamelijk gebaseerd op akoestiek, maar ook heel erg op anatomie. Dus het idee is van, we hebben allemaal een soortgelijk instrument. Dus als je daar bepaalde dingen op toepast, dan gaat dat zo klinken. Door bepaalde elementen te combineren. En wil ik laten horen hoe het klinkt? Dat is een graag, idee. Ja, okay. Ja. Je kan bijvoorbeeld één setting hebben waar je bepaalde elementen combineert. En die klinkt dan als... The hills are alive. Hè, wel bekend. Ja. Dat is een zachtere modus. We gaan in modussen denken. De tweede is een beetje zeurderiger. Die klinkt zo'n beetje meer R&B. En die klinkt dan, die heet curbing. En die is dan... I will catch a grenade for you. En dat is wel gelijk meer in de popmuziek. Ja. Dan kan je overdrive zingen. Dat is een luide, brede klank. En die klinkt... Cast and craven. Dus eigenlijk maar. Het is dezelfde stem. En iedereen kan die dingen leren. En dan hebben we er nog de hele felle. En dan hoop ik dat de cameraman zijn oortjes beschermt. Oh ja. Well, I'm out of life, set me free. Spend my life in misery. En die noemen we Edge. Dat is Anastasia. Die zingt zo. Ja, wel, kijk, ik denk ook voor de mensen thuis, vermoed dat voor sommigen dat ook een interessante vraag is. Als je als klassiek geschoolde zanger vooral bezig bent met dus, veel ruimte, veel projectie, veel resonantie, ja. En je hoort popzangers in bepaalde van die modi zingen, dan zouden wij verkeerdelijk wellicht denken van ai, oh, dat moet waarschijnlijk slecht zijn voor de stem. Dat is niet zo waarschijnlijk. Nee. Want er zijn ook bijvoorbeeld dan, ik denk dat dat ook een vraag is die eigenlijk veel mensen hebben, is die misschien nog een vijfde groep mensen, dat zijn die Dave Grohl en de metalzangers, ja. De brullers bij wijze van spreken. Ja. Kan je daar eens iets over zeggen? Goh. Die gebruiken eigenlijk voornamelijk... Dave Grohl is meer overdrive, dus de voorlaatste die ik zong. Ja. En die zet er dan ook eens een distortion op. Distortion, gebruikt die veel. Ja.
Maar heavy metal zingen is eigenlijk, ja, nee, dat is perfect gezond als dat juist uitgevoerd wordt. Dus dat kan. Dus die echt, staan niet, en ook ja. grunters, die staan niet zomaar wat te roepen of te doen. Dat is technisch heel verfijnd en echt wel moeilijk. Oké. Ja, heavy metal zangers zijn echt hele goede zangers. Want je hebt ook Tom Waits bijvoorbeeld. Ja, Tom Waits. Van Tom Waits zeggen ze altijd dat hij zijn stem kapot gedronken of gerookt heeft. Maar dat is gewoon een meester in effecten. Hij gebruikt ze allemaal. Voilà. Kijk, dat is interessant om te horen, hè, mensen. Een andere vraag misschien. Heb je iets met samenzang of koor in het algemeen? Ik vind het heerlijk om met mensen samen te zingen. En ik heb als kind meegezongen in het kinderkoor van de Vlaamse Opera. Jouw blik staat zo, hè? Dat is duidelijk. Dus, maar ik ben inderdaad een beetje meer naar het lichte genre afgebogen. Zo. Ja, maar ja, ik denk dat je daar ook... Maar ik zing nog graag Mozart onder de douche. Ja, ik zing graag Madonna onder de douche. Gaan we samen douchen? Ja, misschien wel. Nu, wat ga je vandaag doen met ons? We gaan een beetje exploreren in de lichtere muziek. Oefeningen doen, maar dan meer in een gevoel van swing, van pop. En dus we gaan de groove opzoeken. Zoiets. Gaan we eraan beginnen? We gaan eraan beginnen. Oké. Oké, en in alle zangstijlen gaan we beginnen met het lijf. Dus we beginnen met een warm-up, dat is nodig. Niet dat die stembanden zijn warm, maar dat lichaam die de stem moet ondersteunen, moet een beetje opgewarmd. Dus we beginnen met een fascia stretch. Fascia, bindweefsel. En dan ga je wijsvinger parallel zetten aan het sleutelbeen. Ja. En je houdt die huid eronder een beetje strak. Ja, het is belangrijk. Trekken. Ja, een beetje trekken. Een beetje naar beneden trekken. Dan zet je die hand, de andere hand erover, trek je nog wat naar beneden en dan ga je het hoofd kantelen. En dan ga je dat voelen stretchen. Oh ja. En je kan een beetje bewegen en dan voel je waar het meeste stretcht, blijf je een beetje hangen, want daar is het nodig. Oké. Ik voel het. En als we deze kant gedaan hebben, gaan we rustig, al krak-krak, naar de andere kant. Dus linkerhand onder rechter sleutelbeen. Hier zo? Ja. Ja. En dan andere hand erop. Dus trekken. Trekken. Ja. Ja, je houdt het goed vast. Ja. Plak het er goed op, hè. Ja. Zo, ja. En dan stretchen we de andere kant. Oh. Soms strekken we alleen de spieren, maar de spieren kunnen pas strekken als het bindweefsel ook gestrekt is. Ja, ik voel mijn weefsel wel hier inderdaad rekken. Ja. Ah, mooi. Ja. Dus dat is het idee. Lekker. En blijf hangen op de plek waar je voelt dat het echt wel nodig is. Oké, voorzichtig eruit. En dan gaan we deze fascia in rond de spieren van het strottenhoofd een beetje stretchen. Dus dan nemen we een vrij devote houding. Een vrij devote houding. Met onder het sleutelbeen. En dan kantelen we het hoofd naar achteren. Oei, oei, oei. Voel je hem? Mm-hmm. Heerlijk, nietwaar? Ja. Ik doe dit eigenlijk onder de douche. Terwijl je Mozart zingt? Nee, ervoor of daarna. Oké. En ja. Thuis kan je dat rustig ietsje langer volhouden. Dus eigenlijk een 90 seconden. Oké. En Peter, hoe zit hij nu? Ik voel mij gestretched. U voelt u gestretched, de gestretchte nek. Dan, wat we nu gaan stretchen, is de pectoralis. Pectoralis. Pectoralis, dit stuk. Waarom is het, als wij allemaal op onze telefoon en laptop zitten we allemaal zo. Die rug gaat omhoog, die schouders hangen er schinder. Dus we gaan dit open trekken, dat hebben we nodig. Thuis zoeken jullie een deurpost op. Ik ga het doen met de decor. Jij gaat daar? Ja. Ik ga daar. Dus je zet je elleboog. Ongeveer, is dit een hoek van 90 graden? Ik ben wiskundig niet zo sterk. Het zal zoiets zijn, dus rechte lijn met de schouder. Ja.
Je rechter, als je rechterarm op de deur ligt, je rechterbeen voor en je hangt uit. En bij mij is mijn linkerarm, dus mijn linkerbeen... Ik ga zo even komen kijken. Naar voor? Ja, iets meer naar voor leunen. Iets meer naar voor. Zo. Oh, goeie. Ja. Oh, 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 oh. Blijf hangen, blijf zitten. Oh, 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 oh. Dus thuis aan de deur. En als je daar even in hebt gehangen, dan ga je gewoon naar de andere kant. Doet het al pijn, Pieter? Ja. Je mag wisselen. Het is toegestaan. Dus een rechte hoek vanuit de schouder naar de deur. En je valt uit met het been van de arm die op de deur leunt. Ik denk, ja, evenwijdig, hè, met de schouder en de deur. Ja. Ja. Ik zal eens even komen kijken. Iets lager. Op de deur houden. Erop houden. Ja. Voel je hem? Ik voel hem. Oké. En dan mag je er rustig uitkomen. Dan een beetje met de schouders. Voelen die schouders allemaal lager? Ja. Oké. Dan gaan we even de tussenribspieren strekken. Die hebben we straks nodig. Mm-hmm. Je kan aan de deur hangen, maar in dit geval gaan we hem zo doen. Handen omhoog. En je duwt die flanken uit, die ribben opzij uit. En adem er goed naartoe. Lekkere stretch. Oh. Blijven ademen, Pieter. Blijven ademen. Mm. Dat zeg ik ook tegen mezelf. En dan hang je een beetje in. En dan doen we de andere kant. Oh. Oh. Au, 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 au. Gezonde pijn. Gezonde pijn. En dat op een zondag. Ja. Ja, u dacht lekker in de zetel te liggen, dus nee dus. Maar het is bijna voorbij. Oké, kom eruit. Gaan we even toch die schouderbladen stretchen. Rechte arm. En je haakt deze erover. En dan deze een beetje gestretched. En dan naar daar kijken. Oh nee, dat maakt niet zoveel uit. Ik kijk naar jouw mooie glimlach. Hè? En dan laten we die weer los. En dan die kant op. Haak erover. Zo, ik hoop alleen dat ik zo meteen geen berichten krijg van mensen met spierverrekkingen. Dus als het pijn doet, ga niet te ver, hè, thuis. Respecteer je eigen lichaam. En dan laten we die weer los. En nu gaan we een beetje joggen. Dat was niet de afspraak. Dat was wel de afspraak. Okay. Kom. Allee. Kom op. Ik ben zeker 25 jaar ouder dan jij. Kom op. En een beetje sneller. Een beetje bloed doen pompen zo. Dat en was... nog een beetje rapper. Ach, niet de afspraak. Oké, mag terug wat rustiger. En kijk, 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 kijk. Gooi het los, 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 los. Oké, oké. Bloed stroomt. Ja. En nu ademen we. We ademen in. Ademen in. Naar boven. Rek uit, zet de voeten een beetje wijder op heupbreedte en val ervoor. En buig de knieën als je beneden bent. En dan kom je voorzichtig omhoog. Wervel voor wervel bouw je die rug terug op. En dat doen we nog een keer. Omhoog. En val. Oeps. En we bouwen weer wervel voor wervel op. En dan hou je even je ogen dicht. En dan ga je eens kijken naar binnen. En probeer je voeten en je enkels te visualiseren. En die staan in één lijn. Die staan onder je heupen. Dan daarboven zitten je knieën, boven die enkels. Boven die knieën zitten de heupen. Dat is een lijn die doorloopt. Boven de heupen zitten je schouders. Hou die boven de heupen. En dan daarboven zit de occiput of zo, ik vergeet het woord altijd, een gewricht waar je schedel op wiebelt. Voel je hem? Dus je oren zijn in één lijn met je enkels. Voel hoe je recht staat.
En duw jezelf van de vloer een beetje omhoog. Push to rise. Staat iedereen recht? Oh. Oké. Okay. Ik heb nog nooit mijn oren en mijn enkels zo met elkaar verbonden geweten. We gaan ze nog meer verbonden. Nog meer verbinden. We gaan een beetje wibbelen. Wibbelen? Vanuit de knieën. Oké. Okay. En voel de verbinding vanuit je voeten, ja, naar je hoofd. Dus dat hoofd gaat mee beginnen wibbelen, omdat die knieën wibbelen en die voeten wibbelen. Ja? Zoals van die hondjes zo. Wibbelen, wibbelen. Ken je die hondjes, die beestjes ook? Mm-hmm. Tik, en dat hoofdje blijft wibbelen. Oké. Okay. Hebben we losgewibbeld. Dan zijn we opgewarmd. Zijn we opgewarmd? Hoop ik. Voel je je opgewarmd? Voel je zich thuis? Hoe het bij mij begonnen is, toen ik klein was, speelde ik heel de musicals, operas bij ons op zolder. En ik was dan de choreograaf en de dirigent en de hoofdrolspeler, maar ook de derde tuinkabouter van links en de grimeuze en de danseres en decor en concierge. Dus ik deed dat allemaal. En ik mocht ook als kind wel eens mee met mijn vader, die was operaregisseur. En ik vond niet zo fantastisch dan te wachten in de orkestbak te mogen zitten en dan te wachten tot het doek openging. En dan ben ik eigenlijk kleinkunst gaan studeren aan Studio Herman Teirlinck. En dan heb ik een hele grote fascinatie gekregen van wat is dat nu eigenlijk een stem? En sindsdien ben ik een soort van stemnerd geworden. Right, we gaan het nu hebben over ademhaling. Nu, wat mij wel eens overkomt, ik weet niet, misschien jou ook, is als mensen het over buikademhaling hebben, dat ze dat eigenlijk denken dat ze gewoon hun buik moeten uitduwen. Ja. Dus ik denk, misschien moeten we het daar eens even over hebben, graag, over de buikademhaling. Wat is nu de buikademhaling? Waarom wordt die buik dik? Waarom zet die buik uit? Dus, gaan we beginnen. Uw ademhaling wordt geregeld vanuit het middenrif. Dus het middenrif is een spier en die hangt vast aan de solar plexus, aan de zwevende ribben en vanachter aan de ruggengraat. Dus je kan het echt wel voelen, hè? En als je inademt, gaat die spierweefsel, hè, het zit er zo tussen, gaat die omlaag. Zo. En die duwt eigenlijk je ribben open. Ja? Als dat middenrif omlaag gaat, dan moeten al die organen die hieronder zitten, die moeten eigenlijk plaats hebben. Dus daarom gaat die buik uitzetten. En daarom is het ook heel belangrijk dat die buikspieren losgelaten worden, zodat die organen plaats hebben om die plek in te nemen. Is dat duidelijk? Ik snap het eigenlijk helemaal. Ja. Okay. Ik had ook niet altijd verwacht eigenlijk. We gaan eens even voelen. Hè? Inademen. Ja, dus op de ribben. Ja. Dan voel je de ribben uitzetten en als je uitademt, voel je die ribben. Ja. Gaat open en je ademt uit. En dan gaat het middenrif terug naar boven. Dus dat doen we eens met de mensen thuis. Jij doet eigenlijk iets heel juist. Hoe je het nog beter kan voelen is als je inademt met weerstand. Dus we doen. Oké. Okay. Voel je hem nog meer uitzetten? Dan voel je de ribben nog meer gaan. Ik heb meer controle op die manier, ja. Maar wat heel belangrijk is bij die inademing, is altijd die buikspieren los te laten. En Janis Chapman, een fantastische klassieke zangeres, noemt dat de splat. Splat. Singers, please lose abdominal tension. De splat. Boah. En om dat nu even minder theoretisch te maken, okay, gaan we er even een trucje op doen. Oké. Okay. Ja? We nemen gewoon en we gaan de Mrs. Nilfisk oefening doen. Wat eigenlijk betekent, we gaan een V zingen als een stofzuiger. Oké. Okay. We doen gewoon. Thuis kan je meedoen, dus een V. En dan ga je voelen hoe je buikspieren naar achteren worden getrokken, tot ze bijna tegen je rug plakken. Dus stel je voor dat er een soort smurf op je staartbeen zit, die de buikspieren zo naar achter haalt. En als je op het einde komt, laat je die spieren poef, los als een elastiekje. En voel wat er dan gebeurt. Dan gaan we het samen doen. Okay.
En als het op is, bij mij is het al op, bij hem niet. Laat je los. God, Pieter, ik was bijna blauw. Zoals de Smurf. Zoals de Smurf. Ja? Okay. Dus geef dat lichaam vrijheid, dus trek die buik naar achter en laat echt los. Nu nog één keer. En ontspan. Voel je als je het loslaat, dat je eigenlijk vanzelf die buik uitzet? Ik moet zeggen, ik heb er nu zelf moeite mee om los te laten. Ja? Ja, dat is niet gemakkelijk. Ik denk dat je er echt op moet concentreren om te durven die steun. Hè? Ja. Eigenlijk even. Ja. Ja, maar je doet het eigenlijk om daarna meteen de steun te kunnen pakken. Want dat is dan het volgende eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk om je middenrif laag genoeg te kunnen krijgen. Dus begrijp ik het goed? Die splet is eigenlijk, je hebt steun, en dan plots vloem. Los. En dan adem je vanzelf in. Vanzelf. Dan valt die adem vanzelf naar binnen. Een soort van auto-mechanisme. Dat is een reactie van je lichaam. Oké. Okay. Dat is het idee. Tof. Ja? Dus laten schieten als een elastiekje en geef dat lijf gewoon vrijheid. Vrijheid. Laat die lucht vanzelf binnenkomen en ga geen grote happen lucht nemen, want dat is lastig. Oké, okay, bedankt voor de tip, Ariadne. Een tip. Ga. Right. We gaan wat trucjes van de voor gebruiken, zo noem ik dat. Trucjes van de voor? De trucken van de voor. Okay. We hebben het gehad over ademhaling. We hebben het over gehad. Nu gaan we het hebben over steun. Want wat is die steun? Alle zingen gaat over de controle van de luchtstroom. Dat weet jij ook, tuurlijk. En die stembanden die reageren op die hoeveelheid lucht. Maar hoe gaan we nu die lucht controleren? We weten dat het middenrif, als het naar boven gaat, de lucht eruit duwt. Dus we gaan eigenlijk proberen dat omhoog gaan van dat middenrif te vertragen. Ja? En hoe gaan we dat doen? We gaan het middenrif laag houden. En hoe houden we het middenrif laag? Dat is door de ribben open te houden. En hoe houden we de ribben open? Is door de buikspieren onder de navel naar achter te trekken. De grote rugspieren aan te spannen. Precies alsof je appelsine onder je oksels uitperst zo. Of wees de hulk die uit het hemdje scheurt. Ja? En dan is er ook een beetje nog een beweging uit de onderrug. Maar dat gaan we wel voelen. Okay. En dat is heel belangrijk. Het is een geleidelijke, continue beweging alsof je tegen een weerstand werkt. Dit is steun volgens CVT en dat is eigenlijk een hele goede basis. Nu, we gaan dat proberen. Dus we gaan die ribben openhouden. En ik heb daar iets voor meegebracht. Hebt u thuis allemaal een sjaal klaar liggen? Dat stond aangekondigd in de banner. Sjaal, dus een sjaal. Een dunne sjaal van 1,5 meter. Ze liggen daar bij u. Toch. Wilde jij de bolletjes of de bloemetjes? Geef mij maar de bolletjes. En dan mocht jij de bolletjes. Dank u. All right. Dus hoe kan je dat nu voelen of die ribben open blijven? Is door een sjaal rond je ribben te plaatsen. En we trekken hem goed strak. En je ademt in, die ribben zetten uit. Ja? En nu gaan we gewoon van 10 naar 0 terugtellen, zonder dat we de ribben loslaten. Oké. Okay. Dus nog even uitademen, eerst nog eens inademen. Iedereen klaar? Oké. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En laat los. Nog een keer. Zie dat de schouders laag blijven, want je bent eigenlijk ook die grote rugspieren aan het gebruiken. Het leuke is dat je bent aan het tellen en ondertussen voel je... Pop, pop, ja. Pop, pop, en dat heel organisch. Tof, 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 tof. Nog eens doen. Dus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En laat los. Dus dat is een trucje om mee te werken thuis, als je niet zeker bent van de steun, om die ribben open te houden. Cool. Voilà, dat was de sjaal. Dank je. Nu, in die
connectie, waar ik het over heb. Dus je moet altijd voelen als je zingt dat er een verbinding is tussen je lichaam en je stem. Dus die connectie, eigenlijk kan je stellen, je buik is de motor, dit zijn de snaren en dit is de klankkast. Okay. Dus die motor, die moet er altijd op zitten, onder zitten. Dus stroming in het lijf, dus dan gaan we nog eens wibbelen. Het hoofd mag lekker mee wibbelen. Voel je je voeten? Mm-hmm. All right. En dan gaan we eens zoeken naar een andere oefening om het te doen. En dat is de gorilla. Nog een gorilla. Oké. Okay. Hoe ziet een gorilla eruit? Dus de gust vroeger van de Antwerpse zoo. Oké. Okay. De gust. Zo. Beetje recht terug, net alsof je zou gaan zitten. Ja. En dan hangen zo, goeie recht terug. Okay. Zet je je hand op je buik. Beetje door de knieën. Ja? En nu zeg je, wow. Wow. Voel je de buik intrekken? Gaan we thuis ook eens doen. Hè? Ja. Dus iedereen staat in gorilla. Let goed op dat die rug recht is. Ja. Duim op de navel, hand plat eronder. Zeg, wow. Wow. Goed. En nu, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. En dan eigenlijk ga je die buik voelen bewegen. En wat ook heel belangrijk is, dus weer de splat, is dat je de buik loslaat. Ja. Echt laten vallen. Blah. Lang leven het hangbuikzwijn. Ja. Free all the muffin tops. Ja? Wow. Wow. We doen niet aan ijdelheid hier vandaag. Wow. Wow. Dus als je aan het zingen bent en je voelt, ga, ik heb toch geen connectie niet meer, dan kan het al eens helpen om terug in de gorilla te gaan staan. Dus dat is er één. Of de V van de straks. Stofzuiger? Hè? Ja, de stofzuiger. En hetzelfde idee. Je zet de smurf op een staartbeen. In mijn geval is dat de moppersmurf. Die gooit een hengel uit naar de buikspieren en die trekt die zo achteruit. Dus je rolt die buikspieren zo naar achter. Mm-hmm. Dan doe je eigenlijk ook de ribben wat open. Dus dat zijn allemaal manieren om dat middenrif laag te houden, te steunen. Oké, okay, ja. Is dat duidelijk? Dat is allemaal heel erg duidelijk. Ik blijf maar. Nee. Oké. Dank je wel. Twang. Find your inner duck. Je kan het ook zeggen, find your inner frog. Maar die duck klinkt beter. Dus wat is twang? Twang is iets dat we is een compressie boven de stembanden. Die eigenlijk voor zorgt dat je op een gezondere manier heel luid kan belten of zo. Ja? Dus hoe gebeurt dat? Hoe wordt dat gemaakt? Hier, leg je vinger erop. Strottenhoofd. Ademsappel. Denk ik een beetje. En daarachter zitten de stembanden. En die stembanden die zitten daaraan vast, zo. Dat is een beetje groot. En die liggen dus over de luchtpijp. En van achteraan die stembanden zijn bekerkraakbeentjes. Ja? Dus daar hangen die aan vast. Die zitten op de bovenste rand van de luchtpijp. Mm-hmm. Als je zingt, sluiten die. Gaan die stembanden dicht en beginnen die te trillen. Nu, wat is die twang? Achter je schildkraakbeen, thyroïde kraakbeen, zit een epiglottis, strotklepje, slik eens. Dat is wat je voelt als je slikt, dat er zo een klepje overgaat. Ja? En aan die epiglottis zit een vlies naar de hoekjes van de bekerkraakbeentjes. Dus als dit die epiglottis is, dat is een één stemband, ik heb jammer genoeg geen derde hand, dat is een bekerkraakbeentje. Nu, wat gaan we? Daar zitten vliezen aan. Wat gaat er gebeuren als we twangt? We doen dit en we vernauwen de doorgang boven de stembanden. Oké. Okay. Zo. Dus, met andere woorden, dat is de theorie. Ja. En uiteindelijk komt het op neer dat ik mijn innerlijke eend moet vinden. Ja, dat is wat er gebeurt. En het klinkt gewoon... Oké, ik zal mijn eend eens proberen. Zoek uw eend eens. Als ik een eend zou nadoen, dan is het... Kwak, 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 kwak. Dat is zo'n braaf eentje. Maar ik ben ook braaf. Ja, dat geloof ik. Dat is? Zo zie je eruit. Een boze eend. Kwak, 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 kwak. Al veel beter. Het is wel een kruising tussen een kikker en een eend nu, maar het is wel goed. Okay. Maar dus wat we er net zagen. Eeuw. Eeuw. Ja.
Eeuw. 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 Dat is ook twang. Of je kan het ook doen van, ik ben een robot. Ik ben een robot. Dat is twang. Of, hi, I am from Texas. Hi, I am from Texas. Dus hou die tong heel goed hoog. Ik hou die tong en heel scherp praten. Ik kan dat. Maar ook twang. En je kan thuis ook proberen. Al die van u die thuis baby's hebben. Of we zijn allemaal ooit baby's geweest. Dus we hebben ooit allemaal zo... Oké. Je hebt nog geen honger, hoor. Oké. Nu wel heel belangrijk. Zo schattig. Ik zou zo bij een flesje komen. Wat heel belangrijk is, doe nu nog eens hetzelfde en zet je duim op je navel. Ja. En dan doe je... Ja. Voel je hem trekken? Ja. Voel je dat thuis ook? Duim op de navel, de twang en de steun, die werken heel erg samen. Okay. Dat is een koppeltje. Okay. Die werken samen. Dus als je twang gebruikt, gebruik je ook die buikspieren of die steun. Dat was twang. Dat was twang. Dank je wel. Ik denk dat wij contact hebben met het publiek. Want kijk, daar zit hij. Dat is meneer het publiek. Dag meneer het publiek. Aangenaam. Hallo. Dag Pieter. Dag Ariadne. Ariadne, we hebben daarnet al kunnen horen wat je eigenlijk allemaal uit je stem kan halen. Ook hoe dat je vroeger een volledige opera op technisch en zangtechnisch vlak allemaal kon naspelen. In die oefeningen zeg je, respecteer je eigen lichaam. Ik denk dat de oefeningen... die jullie net gedaan hebben, daar heel goed op inspelen. Er komen alleen maar positieve reacties van de mensen thuis. Je straalt echt rust uit en ik denk dat dat alleen maar mooie resultaten kan opleveren. Ik heb één vraag voor jou, hopelijk niet te moeilijk om een antwoord op te formuleren. Van alle mogelijke stijlen die jij beoefent, welke stijl ligt er jou nu het nauwst aan het hart eigenlijk? Dat zijn wel die toffe vragen, hè? Ja. Moeilijk. Het gaat bij mij eigenlijk altijd over het verhaal. Ah ja. Dus geef mij een mooie melodielijn met een prachtige tekst. En dan wil ik het zingen, of ik het nu kan of niet. Hè. Bij mij gaat het eigenlijk altijd over het verhaal. Het verhaal dat je vertelt. En techniek is altijd ondergeschikt aan verhaal. En ja, dan kom ik eigenlijk vrij snel uit bij chanson. Dus als ik heel eerlijk ben, chanson. Oké. Okay. Ik denk dat het wel super is voor de mensen thuis ook. Omdat, zeker in een koorverband worden er heel wat stijlen naast elkaar gelegd soms. En dat kan voor sommige mensen iets totaal nieuw zijn. Maar dat is interessant om te horen. Dank u wel. Zijn er nog vragen? Het is heel rustig, maar zoals ik zeg, ja, de oefeningen zorgen er ook voor dat de mensen heel... rustig worden meedoen zijn, en minder gestresseerd aan een computer zitten. Ja. Fantastisch. Dat of misschien liggen ze al met een spierverrekking ergens in de bank op zondag. Dat kan, maar dat is dan weer goed voor de osteopaten. Ja. Voilà, kijk. Osteopaten zijn goede ondersteuning voor zangers. Absoluut. Zeker en vast. Ik zou zeggen, dank u wel. We komen bij de stem, toch? Nog een beetje zingen, hè? Joepie. Ja. We gaan simpel beginnen. We doen lip trills. Maar ik zelf persoonlijk, ik vind lip trills lastig. Ik ook. Dus ik heb daar een trucje voor. Aha. Dus ik doe die zo. Dus ik ga die lippen blokkeren met mijn vingers. Oké. Okay. Doe eens. Had ik dat geweten, had ik dat gisteren ook gedaan, hè? En dan, met de buik, hè? En als je die lastig vindt, dan kan je het motorbootje doen. Pas op in coronatijden. Die is trouwens ook goed voor de oefenen, kan je overal. Want dan kan je onbeschaamd doen naar de mensen. Ter zake. Tussen haakjes. Ja? Die kan je doen of je kan puffy cheeks. Puffy cheeks? Puffy cheeks. 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 Okay. Hou het netjes, hè. Puffy cheeks.
Die gaan we doen. Zit er daar een medeklinker in je mond als je dat doet? Een oe, of je doet een beetje de T tegen de velar ridge, hoe heet dat in het Nederlands? Je gebruikt je tong een beetje? Ja. Oké, ja. Dus, en nu gaan we five note scales doen. Five Jan, note scales. Mag ik alsjeblieft een sol van u? Oké. Okay. Dus gewoon five note scale, vijf noten omhoog, vijf naar beneden. Doe eens voor. Oké. Okay. 3, 4. Sneller. En we gaan die nog eens doen, maar nu gaan we door nine note scale. Nine note ja, scale. Dus we doen hetzelfde. Mag ik nog eens een sol? We gaan een trapje verder. Ja. Oké? Okay? Iedereen mee? 3, 4. Of met dat. Have your cheeks. We gaan een beetje sneller. En als hij lastiger wordt. Los de muffins. En los. Ik denk dat het wel genoeg is ja. Voor deze. Dus, en nu gaan we naar de opwarming in stijl. In stijl? Ja, we gaan een beetje. Dus het is belangrijk om een beetje de juiste kleur dus te kiezen. Naar gelang welke stijl je zingt. Oké, okay, wat bedoel je? Kijk, klassiek heeft een heel ander idioom. Ja? Ja? En zingen is zingen. Goed zingen is goed zingen, punt. In welke stijl ook. Maar als je zingt. We will rock you! Nee. Ik denk niet dat dat was wat Freddie Mercury bedoelde. maar ook als je zingt. Ja. Ik denk niet dat je daarmee in de scala geraakt. Wellicht dus niet. Het is stijl. Ja. Ja? Nu, in de lichtere muziek gaan we altijd in de jazz, pop, chanson, kleinkunst. Gaan we altijd met een lichtere soundcolor werken. En we gaan ook veel meer vanuit de spreekstem werken. Die natuurstem, min of meer. Ja, de stem waar je mee spreekt. Oké. Oké? Ja. Dus met eigenlijk, bij klassiek ga je veel grotere ruimte creëren. We maken de ruimte iets kleiner. Oké, we gaan slides op, neer. En dan speel het eens voor, ik weet het niet meer. Wat erg. Oké. We beginnen met de lip trill, dus de net van de net. Jij doet het voor, hè? Ik doe hem voor. Ik doe hem voor. We doen de lip trill eerst en dan gaan we een klinker oe of i. Ja? Oké. Doe hem zo.
Ik heb hem mee. Jij doet het octaaf van alt-sopraan. Ik doe dat voor tenoren bassen. Ja. Oh. Ja. Brrr. Eerst zo. Ja. Okay. En dan mag ik ietsje sneller. Ja? 2, 3, 4. Oefening 2 gaan we dalende trappen doen, ook op oe. We gaan een beetje zorgen dat de kaak een beetje los zit. Zo. Ja? En we doen een rondje voor we thuiskomen. Lieve meneer Jan Pianist, die daar allemaal zo fantastisch doet iedere keer. Ja, toch? Dat moet toch wel eens gezegd worden. Ik vind echt dat dat gezegd mag worden. Ja. Gezegd moet worden. Boeken, die man. Boeken. Boeken. Ja. Hij speelt alles. Oké, kun jij mij nog eens laten horen wat wij gaan doen? Ga voor de 3. Dus dat is het rondje rond de brievenbus voor je door de voordeur gaat. Dat is de oefening. Ja, dat is alles. Dus we doen even samen. En we gaan naar beneden. We gaan dalende trappen zijn. Oké. Ik moet aftellen. 2, 3. Hebben we dan zo wat die middenstem een beetje opgewarmd. Oké. Dan gaan we nu een beetje moeilijker maken. Oh, oké. Okay. Iedereen ermee eens? We gaan het een klein beetje moeilijker maken. Challenge accepted. Een beetje richting jazz denken. Oké. Okay. En we gaan 7-9 sprongen zingen. Draai dan zeven... Nee, excuseer. 7 anjers, 7 rozen? Dat kan ook. Dat kan ook. Maar nu gaan we gewoon... We gaan vooral door. Ja. We gaan de majeur 7 zingen. Ik stel voor dat jij het even voorspeelt.
gewoon enkel het de lijn. Want normaal gezien zijn we gewend. Doe jij even bij me mee, gewoon het octaaf. En nu doen we. Daar. De leidtoon. De leidtoon, zo kan je het noemen. Oké. Ja? Dus doen we. Doen we dat eens samen? Ja. Als je hoger gaat, ga je misschien wel naar de U moeten gaan, want dan wordt de A lastiger. Dus we doen gewoon see you. Dat is het makkelijkste dan. Okay. Ja. See you. Zullen we dat even met de mensen thuis doen? Ja. Ja. Twee. See you. Dat is het eerste stuk en dan komt see you. Doe nog eens. Dus nu gaan we door naar de negende trap. Doe maar. De negende trap. See you. En nu samen. See you. Dan moeten we dan aan elkaar. En dan moet aan elkaar. Dus je hebt da 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 da. Dus als we dit nu gaan doen, gaan de weg mensen, hè, als het moeilijk is in het begin, maar we pikken dat op en ja, we gaan dat doen. Dus je gebruikt, als je naar de negen gaat, je gebruikt gewoon de eerste, het eerste laddertje om die negende erop te zetten. Oké, dat lukt wel. Dat lukt. Dat gaat lukken. Of see you, of see, mag allemaal. See in bossa. See you. See you. Af je hoger. Ik ga eentje doen die wat meer is vanuit de spreekster, maar ik ga heel even een slokje water drinken. Ik neem de sjaal voor de veiligheid. Ik leg die hier. Voilà.
Sorry. Mensen thuis hebben dat ondertussen ook kunnen doen, dat is goed. Hè? Ja. Dus, spreekstem. Slijmpje. We gaan naar de spreekstem. Oké. Okay. Oh, je hoort, er zit iets op, hè? Slijmpje. Ja. Sorry. Ha. Nou ja, dat. Het zal zo wel weggaan. Excuseer. Spreekstem, omdat we daar heel veel uit zingen. Zeker als je kleinkunst zingt. Als je bijvoorbeeld zingt... mag ik dan bij jou? Dat is een heel andere manier van plaatsen. Okay. Ken je dat niet? Nee, maar ik ben benieuwd naar de oefening. Bijvoorbeeld. Oké. We gaan op ma en op na. En we gaan niet te luid. Oké. En vanuit het gesproken. Ja. En de oefening gaat als volgt. Ma. Dat is het? Dat is alles. Dan doen we dat samen. En het is in mineur. We gaan het een beetje triestiger maken okay. Nu. Eén. En? Ma. Half je omhoog. Na. Ma. Ma. Nu naar de hoogte meer twang toevoegen. Na. En zet open. Terug. Na. Na. Goed. Nog eentje. Na. Dat was met twang. Ja, okay. Die zat erop. Voilà. Die zat erop. Wauw. Goed. Ik heb mij geamuseerd. Ja. Super. Sorry. Nee, we gaan door. Er zit iets op. Ja. Ik heb daar... Probeer altijd als je naar boven gaat, wat soms wil helpen, is als je in de oppositie denkt. Okay. Alsof je de ruggengraat met een ritssluiting naar beneden dicht trekt. Ja, of... zoals ze zeggen vaak, als je hoog zingt, moet je laag denken. Dat. Ja, okay. Ja. Dus ga denken naar beneden in die steun. Oké. Okay. Is er nog een oefening? Ik heb nog een oefening. Oh my god. Ja, we blijven bezig. We gaan een beetje luider worden. We gaan naar die van der straks. Die... die. Hè? Okay. Beetje meer belty. Belty. Beetje meer belty. En die gaan we op E zingen. Je begint die te nemen met een bite. Een bite, een beet. Een bite is alsof je in een appel bijt. Oké. Okay. Ja? Ha? Ja. En je zet je tong als een soort van brede biefstuk tegen de boventanden. De tong? Als een soort van brede biefstuk tegen de boventanden. Zie je? En je geeft mij je meest psychopathische glimlach. Oké, okay, ik probeer. Charming. Zoiets. De joker. Okay? Ja. We gaan weer een 5-note scale doen. En we gaan altijd een halfje verhogen deze keer. Mag ik hem eens horen? We gaan beginnen op een re. Op E. Re. Dat is heel laag voor de vrouwen, maar dat dus kan wel. Dus jij doet het op een fa dan misschien beter? Dat maakt me niet zoveel nee, uit. Nee, oké, okay, we beginnen laag. Dus ik doe... een solakkoord. Oké, okay, we gaan daar beginnen. Dus... Hey. Ja. Voor de dames, voor de diepere stemmen. Hey. Ja. En we doen weer een rondje rond de brievenbus. Oké. Okay. Dus die... Samen. Ja. 1, 2, 3. Hey. Een halfje omhoog. Hey.
Dus zo kan het luider. Probeer ook zoveel mogelijk te denken als je hey, dat de klank er langs je oren uitkomt. Hey. Dus niet naar voren plaatsen. Hey. 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 En veel twang. Veel twang. Hey. En die twang dus met de tong naar achteren, hè? Ja, de tong zit bovenaan tegen de kiezen. Hey. En je, hey. Hey. Dat is niet gemakkelijk. Hey. Mensen, hey. Wat doe je gedaan? Hey, dat. Ja. Hey. Hey. Okay. Okay. Die. Ja? Veel oefenen thuis, mensen. En dus de ribben open houden. Dus je verhemelte staat als een soort van parachute van de linker achterkies naar de volgende kies. Breed open. Zo. En de gorilla en de zaal. En de zaal jo. Als behulpmiddelen. En dan heb je nog een oefening voor ons, denk ik. Ik heb er toch zoveel. Ja, maar we zijn aan het afronden. We zijn aan het afronden. Dus ik ben benieuwd wat jouw volgende oefening is. We kunnen nog even luid gaan en dat in een stukje muziek zetten. Of we kunnen ook een koortje zingen. Ik zou voor het koortje gaan. We gaan een blueskoortje doen. Oh my god, dus we gaan eigenlijk meer stemmig zingen? Ja. Begrijp ik het goed? Dus voor de mensen thuis, als ik het even kan uitleggen. We gaan jou de keuze geven tussen drie verschillende stemmen. Ja. Iemand gaat met... Met Jan. Met Jan mee. We beginnen met Jan, want hij is de diepste mee. Stem. Jan, wat is jouw stem? Geef een eerste. Wat zei je? De eerste melodie. Ah ja, we gaan eerst de melodielijn doen en dat is de jouwe. Mag ik een simpel? Tekst is heel simpel. Sing for your supper. Sing for your supper now. Sing for your supper. Sing for your supper now. Oeh, oeh, oeh. Sing for your supper now. Sing, ik krijg honger. dus zing jij het dan even voor de mensen, de melodie gewoon? Ja. Ik speel het niet. Sing for your supper now. Sing for your supper. Sing for your supper now. Ooh. Sing for your supper now. Dus sing for your supper. Sing for your supper now. Twee. Sing for your supper. Pam pa di padam, sing for your supper now. Ooh, sing for your supper now. Wil jij hem zingen? Ik wil hem zingen, maar ik denk dat we nu eventjes gewoon de drie stemmen moeten aanleren. Okay. Ja. Mijn stem is... Ja. Supper now. Sing for your supper. Come on, yeah. Sing for your supper now. Ooh. Sing for your supper now. Sing it even mee aan mee. Sing for your supper. Sing for your supper now. Sing for your supper. Sing for your supper now. En dan komt die van mij erbij. Okay. Dat is voor de sopranen, als de kikker uit mijn stem wil tenminste. Mag ik hem door kruis? Oké. Okay. Sing for your supper. Sopranen. Sing for your supper now. Sing for your supper. Sing for your supper now. Mijn noot is... Sing. 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 Ik ga ook de mijne nog eventjes zingen. Sing. Sing. Eén, twee. A sing. One, two, three, four. Sing for yourself. Ik ga eerst alleen mijn stem zingen. Sorry. Voor de mensen thuis, dat ze kunnen goed luisteren. Dus sing. Eén. En. Sing for your supper. Sing for your supper now. Sing for your supper. Sing for your supper now. Ooh. Sing for your supper now. We
gaan het nu snel afronden, zodat jullie allemaal kunnen meedoen. Allemaal meezingen. De laagste stem zingt. Sing. 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 Samen is dat. Sing. Tel maar af. A one. A two. Mensen. A one, two, three, four. Sing for your supper. Sing for your supper now. Ah, ik zit eruit. Kijk, dat kan niet gebeuren. Your supper. Ik ben eruit. Nu zit ik eruit. Maak ik hem nog eens. Oké, okay, nog eens een keer. Kom. Sing. 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 One, two, three. Sing for your supper. Sing for your supper now. Sing for your supper. Sing for your supper now. Ariadne, ik denk dat we moeten overgaan naar onze performance. Het is te zeggen, jouw performance. Je bent een fantastische zanglerares, maar je bent ook een zangeres. Wat ga je voor ons zingen? Iets van mijn held. Het is een Belg. Misschien wel de grootste Belg, waar wij allemaal zo trots op moeten zijn. Wie is het? Jacques Brel. Jacques Brel. Ik ga luisteren. Succes. Hebt u zich al afgevraagd waar het woord Honiaga vandaan komt? Wel, dat is eigenlijk een Perzische term voor minstreel. En minstreelen waren zangers in de middeleeuwen. Ze schreven en zongen vooral liefdesliederen. Ze vertelden over moedige ridders die hun leven gaven voor hun ware liefde. En over smachtende vrouwen die in hoge, onbereikbare torens zaten te wachten. Deze liederen werden toen al, in de middeleeuwen dus, chansons genoemd. En deze term wordt nog steeds gebruikt. Zeker in Frankrijk, waar het Franse chanson nog steeds menig hart sneller doet slaan. Des orages, vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois j'ai pris mon bagage, mille fois tu pris ton envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. J'avais perdu le goût de l'eau et toi celui de la conquête. Mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais,
aime. Et tu sais tous mes sortilèges, je sais tous tes envoûtements. Je t'ai gardé de piège en piège, tu m'as perdu de temps en temps. Et bien sûr, j'ai pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Et bien sûr, je pleure un peu moins tôt, tu te déchires un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères, on laisse moins faire l'hasard, on se méfie. La tendre guerre. Oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime. Ariadne, dank u wel. Ik denk dat de mensen thuis, niet alleen ik, maar de mensen thuis, allemaal met een krop in de keel zitten. Ik wil u hartelijk bedanken voor deze sessie en voor dit prachtige lied. Ik denk dat de persoon voor wie jij dit gezongen hebt, dat hij heel gelukkig mag zijn. Ik moet even bekomen. We gaan een half uurtje pauze nemen. We zijn straks terug met Anna Nake, een sopraan. We gaan opera zingen. Tot straks. Thank you.
Goedenavond. We zijn terug. Een korte pauze was nodig om eventjes alles weer in orde te brengen. Maar kijk, nu zijn we al aan de laatste gastcoach van dit weekend, van deze editie van U Zingt. En dat is opera. Dat is Anna Nache. Dag Anna. Dag Pieter. Alles goed met u? Heel goed. Heb je er zin in? Er is heel veel zin in en bedankt dat ik mocht komen. Ik doe dat heel graag en heb heel veel zin in. Oké. Ik ben dus heel benieuwd naar je coaching. Ik heb eerst nogal enkele vragen, zodat je de mensen thuis je ook wat beter kunnen leren kennen. Absoluut. Jij bent een sopraan, bel canto, ook oratorium en romantisch repertoire. Vertel eens iets over jezelf. Van waar kom jij? Wat doe jij ook vandaag? Ja, dus ik kom uit Albanië, maar ik woon heel lang in België. En dit is ook mijn land, dus ik ben Belg-Albanese evenveel. Ik woon hier heel graag. Ik doe muziek al zo lang dat ik niet meer weet, sinds 5 jaar oud. Viool en zang. Ik heb in Albanië gestudeerd en verder hier. En momenteel, ik doe heel leuke projecten. Madame Bovary en Lucia di Lammermoor. En dan met Munt, KBS. En dan verder nog een andere film in Spanje binnenkort. En dan nog wat recitals en zo. Heel, heel leuke projecten. Ja, je zegt dus dat je België woont, dat dan België ook je land is. Dat is Albanese, ook zo. Maar voor je werk ben je in binnen- en buitenland heel veel. Absoluut. Dus in heel Europa, dan in Zuid-Amerika, ook in Azië ben ik ook in Japan gaan optreden. En dan Uruguay, Buenos Aires en heel veel andere landen. Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië. En nu in coronatijden heb je het waarschijnlijk minder druk of moet je minder reizen of valt dat nog mee? Eigenlijk niet. Als ik moet zeggen, ik heb meer in de coronatijd gereisd dan... Nee, ik zal niet zeggen dat normaal, want ik reisde ook al heel veel. Maar nee, het is voor mij niet veranderd. Ik heb het zo ontzettend druk. Echt, ik werk nu momenteel aan verschillende projecten tegelijk, van 's morgens tot 's avonds. Dus het is wel heel fijn. Ook de livestreams? Ook de livestreams, opnames. Ja, dat is de voordeel, dat we kunnen nu de filmindustrie, dat je kunt wel shooten, dat gaat door. En Anna, dat is het verschil met theaters. Ik denk dat jouw carrière gewoon in een vliegende vlucht zit. Dat is het gewoon. Dat voel ik ook nu. Oké. Ik ben heel blij voor jou. Dank u. Ik heb nog een vraag. Je bent dus niet alleen zangeres van opleiding, hier in Clemens gestudeerd trouwens, maar je bent ook violiste. Mm-hmm. Ik heb als kind ook viool gespeeld. Ja. En ik denk dat dat een vraag is die misschien ook interessant is voor de mensen thuis. Dat is misschien wat ik ervaar met mijn relatief gehoor, dat als je viool speelt en je bent dan ook zanger of zangeres, dat eigenlijk helpt voor uw intonatie? Absoluut. Ja. Dat helpt heel veel, niet alleen voor de intonatie, maar ook de noten heel snel te lezen. Allee, direct, ik zie een blad, ik kan dat in 1 uur van buiten kennen. En ook omdat, met viool bijvoorbeeld, je moet zoveel noten kennen en zoveel uren, 8 uur per dag oefenen om een bepaald niveau te hebben. Dus en notenleer ook zo, 12 uur per week notenleer. Het verschil is natuurlijk wel... Ja. Onze Jan, ik heb een relatief gehoor, dus als ik een la wilde, moet ik hem vragen, speel een la. Maar dat is natuurlijk wel waar, als je geen absoluut gehoor hebt, dan we hebben geen knoppen. Hè. Gelukkig, ik heb een, of niet gelukkig, want soms als we spelen met een orgel bijvoorbeeld en met een orkest, en zetten ze dat wel, de tuning, een halve toon lager, dan zie ik in mijn partituur iets anders en hoor ik iets anders. Dat is heel moeilijk, dus dat kan ook niet altijd een geluk zijn. Maar je hebt een absoluut gehoor. Absoluut gehoor, ja. Maar dat is dan inderdaad handig, maar ook soms vervelend. Ja. Anna, wat ga je vandaag met ons doen? Wel, ik heb heel veel zin om eraan te beginnen en vooral om... Ik heb een boodschap voor iedereen die zingt of wil zingen. Als je een wil boodschap zingen, hebt voor de mensen, dan moet je naar daar kijken. Naar daar. Dus lieve mensen, luister naar niemand die wil zeggen naar jullie hoe je zingt, wat moet je zingen en als moet je zingen. Zingen is als een therapie en maakt jou super blij. Dus zing gewoon en who cares. Doe het gewoon, want het is superleuk. Fantastisch. Gaan we eraan beginnen? En gezond. Ja, we gaan aan beginnen. Kom maar. Oké, hier zijn we dan, Pieter. Ja, en we gaan beginnen met de live
oefeningen. Ik ben klaar. Wat moet ik doen? Heel goed. Je gaat op de grond en jullie ook thuis. Dus neem je tijd. Ga even liggen op de grond. Oké, ik stel voor dat de mensen eerst nog even kijken naar de instructies. Ja. Voor ze zelf naar de grond gaan. Ja. Dat je mij uitlegt wat ik doe. Dat is een heel goed idee. En dat dan de mensen het nadoen. Dus eerst... Ik moet op de grond gaan liggen? Ja, doe maar. Zo? Ja. Heel goed. Oké. Dus je zet je handen op de rug. Zo. Helemaal hier op de onderste rug. En dan ga je liggen. Helemaal. Dit oefening is heel belangrijk, zodat we opwarmen een beetje de spieren dat we gebruiken om te zingen. Ja? Dus we ademen zo diep mogelijk en we duwen tegen de grond onze handen en onze rugspieren. Dus als we ademen, is om deze spieren hier wel te ontwikkelen. En ook, ja, zoals een sportist zijn we ook. We moeten dat wel eventjes stretchen. Dus proberen. Pieter! Oh, sorry. Die slaapt nog. Pieter! Ja. Okay. Ja, we gaan beginnen. Oké. Okay. Goed. Dus goed ademen, diep ademen. En dan voel goed je spieren onder de rug. Gaan we beginnen? Ja. Zijn jullie klaar? Oké. 1, 2, 3 en... Nog een keertje. Het is echt werken. Ja, dat is zo. Want die zijn de sterkste spieren. Die moet je echt stretchen. Ja, maar ik wil zeggen tegen de mensen thuis, het is ook heel verleidelijk om het gewoon niet te doen en te denken dat je het aan het doen bent. Je moet echt bewust je rug naar beneden duwen tegen je handen. Helemaal. Ja. Dus niet een hol hebben op de rug, maar gewoon echt het duwen. Ja? Nog een keer? Het hele lijf werkt mee, hè? Ja, absoluut. Amai. Alles. Dus ook de riepen open zo. Helemaal een hele diepe inademen. Oké. Goed? Ja. Oké. Jullie mogen allemaal recht staan. Pieter? Oké. Het begint laat te worden. Ja. Helemaal. Dus, we gaan denken dat we voor ons een kom met water hebben of een fontein. Maakt niet uit. En ja, zo in de frisse zomer, dan hebben we een beetje nood aan wat frisse water, want we hebben het heel heet. Dus wat we gaan doen, is we pakken water zo en we gooien dat over ons hoofd. Dus boven ons hoofd. Dus waarom is deze oefening? Deze is gewoon omdat dan terug de spieren zijn open. Je ademt wel heel diep. Neem je water en ook terug deze spieren hier, de ribben, zijn allemaal open. En dat is ook een opwarming voor de lijf, voordat we gaan naar de ademhalingoefeningen. Ja? Is dat duidelijk? Ook voor jullie? Doe je het eens voor met de ademhaling? Het is goed, ja. Dus. Oké. En nu samen? Met vol energie, samen, ja. 1, 2, 3 en... Een beetje de knieën plooien. Okay. Zeer goed. 1, 2, 3. En. Nog een keertje. En. En denk echt dat water komt boven jullie, want je moet super ver ontspannen zijn. Oké, nog een keer. Ja. Heel ontspannend. Heel ontspannend, ja. Absoluut. Oké, dat was voor de lijfoefeningen. En zometeen komen we aan de ademhalingoefeningen. Oké. Ja. Toen ik in Albanië studeerde,
Ik was 11 jaar oud. Een dag zag ik radio en televisie staan bij mijn school. Ze waren wel mijn leerkrachten aan het interviewen. En ik was gewoon aan het spelen op de corridor. Ik speelde viool. En dan vroegen ze mij plots, wil je ook graag een stuk spelen voor de radio? Ja, ik was helemaal gechoqueerd, want ik had dat nog nooit gedaan. En ook echt concert had ik ook niet gedaan. En ik was ook niet voorbereid. Maar ik had wel een stuk klaar. Dus ik heb gespeeld een klein stuk van Mozart. En ja, natuurlijk, ik was super trots en heel zenuwachtig. Maar ook heel fijn dat mijn ouders konden ook mij horen op radio. Oké, dus we gaan beginnen met de ademhaling oefeningen. Eerst en vooral, ik heb een vraag voor jou. Wat is ademsteun? Ademsteun is volgens mij een beetje de connectie tussen hier uw onderbuik, diafragma en uw resonantieruimte. Steun. Zeer goed. Ja. Helemaal mee eens. Dus, we gaan... ademsteun. Wat gebruiken we voor ademsteun? Is de... middenrif. Diafragma. Zeer goed, ook. De middenrif die gaat naar beneden. Ja, die gaat een beetje naar beneden en die beweegt constant. Want die moet niet zo sterk zijn en niet zo hard. Die moet soepel zijn, inderdaad. En die beweegt naar beneden en omhoog, naar beneden en omhoog. En de ademsteun dat we hebben is ook hier met de spieren. Dus buikholte, middenrif en een kleine, zou ik zeggen... kapstok van de spieren hier helemaal onder. En zo inademen, ademen we voor te zingen. We gaan met een oefening beginnen, zodat misschien zal dat duidelijker zijn. Een oefening op F. Ik ga dat eerst voordoen en dan gaan we dat allemaal samen doen. Dus de inademen eerst moet beginnen met keel open, een glimlach en helemaal al de spieren open. Ribben, buik... rug, ja, en ook de middenrif die meedoet. Dus eerst denk aan een verrassing. Iemand heeft jou verrast met een leuke cadeau of verjaardagsfeest. En je doet gewoon... oh, echt? Op die manier, zo ademen we. En op die manier ben je dan klaar om direct te beginnen te zingen. Dus een verrassende inademen. Dan ineens is de keel open, glimlach... ribben open en ben je klaar. En dan heb je die spanning in de ademhaling die je nodig hebt om te zingen. Oké? Okay? Dus, maar nu heb ik, je hebt wel gehoord, dit is niet zo goed voor de stembanden, want dat wrijft heel hard en maakt je hees. Ik zou dat doen zonder geluid. Totdat je ademhaling op is, dan laat je de spieren los. En dan, daar waar je de spieren loslaat, adem je terug, verrassend. Oké? Okay? Dus ik ga dat nog een keer doen zonder... Dus we knippen niet tussenin, we ademen niet. Nog een keertje. Oké? Okay? Is dat duidelijk, Pieter? Ik ben helemaal mee. De mensen thuis goed, denk ik ook. Ik hoop het ook. Gaan we dat doen? Samen? 1, 2, 3. Ja. Leuk. Heel goed. Ja, dit is ook heel ontspannen. En zo voel je nu dat je meer warm bent in het lichaam en alle spieren zijn wel even... Ja? Ik voel ook die bounce die je maakt tussen die twee ademhalingen, tussen die twee
dingen doen met die ademhaling, het loslaten en dan poek. Ja. Dat is echt zo een soort van pompsysteem. Absoluut. Ja, van spanning en ontspanning. Ja. En dat heb je nodig als je moeilijke, zware stukken zingt. Ja. In jouw geval zeker. Maar ook in zware koormuziek. Ja, dus, Tuurlijk, want je hebt lange, lange frasen. Je moet wel heel lang zingen. En dan moet je fit zijn. Maar niet fit zoals alleen gaan sporten en ik weet niet wat, squats. Maar wel diafragma en al die spieren moeten wel getraind zijn. Net als de sport is. Dit is topsport. Oké, bij de tweede oefening. Het is heel belangrijk dat we... Wat doen, Peter? In het Engels zeggen ze posture, houding. Is dat wat je bedoelt? Ja. Okay. Posture, dus stevig staan. Open. En waarom is het belangrijk hier open te zijn? Zoals je zegt altijd. Ja, als je die schouders inderdaad, ofwel... Ja, hangt. Ten eerste, uw onderrug gaat dan niet gesteund zijn. Je hebt hier mogelijkheid om te crisperen. Hier heb je geen steun. Ja. En het is ook veel slechter voor de... Mentaal. Inderdaad. Inderdaad. Dus je hebt wel heel veel energie nodig. Je moet constant bij elke noot, bij elke zin, bij elke woord energie insteken, terug en terug. Als je denkt, oh, ik heb de positie en ik blijf daar. Nee, dat is niet voldoende. Je moet altijd investeren. Motor. Motor, inderdaad. Dus we gaan proberen. Nu, jullie zullen vragen. Ja, oké, we hebben het begrepen, de ademsteun. Maar hoe begin ik aan een frase? Hoe begin ik te zingen? En waar is dat juist? Want ja, je kunt dat niet eens zien. Maar we kunnen dat wel voelen. Hé, Pieter? Oké. Okay. Hey, Pieter! Hey, Anna! Zo kunnen we dat voelen. Als je bijvoorbeeld hey, Pieter, zegt even, dan voel je hier in de buik, hier heel laag. Hey, Pieter! Zie je mijn buik nu duidelijk? Sorry, ja, misschien mijn buik is een beetje vol van het eten. Maar hey, Pieter! Hey, Anna! Voilà. Voel je dat duidelijk? Ja. Ik voel wel ook, ook het gevaar voor ongezonde spanning. Dus een balans moeten we vinden. Ja. Dus oefenen. Altijd niet gespannen de knieën hier. Dus niet helemaal rechtdoor, maar wel een heel klein beetje buigen de knieën. Gewoon losjes, dat de rug is ook ontspannen. Oké? Dus we gaan dat allemaal samen doen. We zeggen... Hey, we roepen Anna. Jan. Hey, Jan, hè? Ja, ja, want Jan staat maar daar. Ja. Hey Jan, oké, dat gaan we doen. En daar waar je voelt, daar beginnen we te zingen. Dat is een kleine kapstok dat je kunt denken altijd, ah ja, hey. Want dit is ook de gezondste manier om te spreken. Je, niet alleen te zingen, want als je spreekt zo hangend, en dan wordt de stem ook moe. Moet altijd met energie. En dan blijft de stem altijd gezongen. Dan kun je uren en uren lang... Dus de mensen in de huiskamer die misschien met een half oor aan het luisteren zijn, die niet zingen, als je voor de klas staat of je moet veel vergaderen, veel spreken op het werk... Moet altijd met een luide stem. En als de mensen zeggen, oh, wat heb je een luide stem? Kun je niet wat stiller praten? Zeg gewoon, nee, dit is gezond voor mij. Dus... Voor ons zangers is het altijd zo een beetje wij luid. Wij kunnen dat als excuus gebruiken. Oh, inderdaad. Gaan we het doen? Ja, okay. We gaan het doen. Hey Jan. Oké. 1, 2, 3 en... Hey Jan. Ja, nog eens. Hey Jan. Nog eens? Ja. Hey Jan. En altijd zou ik altijd dezelfde ademhaling gebruiken, dus die verrassing. Hey, Jan, want dan heb je dit ook helemaal open. Okay. En dan, dat is heel goed voor de hoge noten, dat we gaan straks zien. Oké, nog eens. En... Hey, Jan. Oké, dat hebben we al. Dus dat is een kleine trucje en kapstok dat je kunt altijd zeggen, ah ja, daar is het. Dat hou ik eventjes vast voor het beginnen. Dus alles is open. En dan, hier is de punt waar je zegt... Waar je zet met de middenrif even laag en daar, dus die connectie tussen de twee. Je moet altijd lang zijn, lang denken. Dus daarom dit ook open, zoals Pieter zei, heel goed. En dan beginnen te zingen. Oké, dan gaan we naar de volgende oefening. We hebben een fles nodig. Met een beetje water of helemaal vol, zoals misschien hebben jullie dat thuis staan. Het moet niet per se... Van plastic, maar het kan ook allerlei, ja, inderdaad, van alles zijn. Dus, we pakken met de twee handen de fles zo. We zetten die echt
op de middenrif, dus... Borstbeentje? Borstbeentje, inderdaad. Daar, onder. En dan, we gaan die proberen te duwen naar buiten. Met de... Dus de ademhaling komt uit naar de neus. Het gaat zo. Zo, met heel veel kracht, zoveel dat je kunt. En ja, dit is ook de middenrif wel even, opwarmen en even oefenen. Dat is gymnastiek eigenlijk. Gymnastiek, ja, voor, okay. Voor de lijf. Doen we het samen? Samen. Iedereen samen klaar? En. Misschien ga ik nog een beetje zo draaien dat je kunt zien dat dat echt dat pusht naar buiten. En. Samen. Oké? Okay? Is het duidelijk? Ja. Dus dit moet je echt elke dag doen. Alle oefeningen, als je wil echt goed zingen, zelfs als dat 10 minuutjes is, voldoende, maar als je dat doet elke dag, dan voel je een groot, groot verschil. Alles vraagt geduld en effort. Hè, toch? Dit zijn echt van die oefeningen die je ook op dode momenten kan doen. Hè? En absoluut, allemaal... ja. Gewoon, je blijft voor de tv, je kijkt, alles. Ja. Oké? Okay? Goed, dat was het. Dank je. Dan, de volgende oefening noem ik handoefening, zo... Ik denk wel dat iedereen kent dat wel en heeft dat gezien. En wat doet een hondje in het algemeen, Pieter? Woef. Woef. Hm? Ja. Allee dan. Spreekt hij of wat? Woef. Dat is een woordje. Woef, blaft hij. Woef. Ja, dat is ook heel goed. Pieter, waar heb je dat geboeld? Ja, hier eigenlijk. Ah, oké, okay, goed. Woef. Dus ja, een hond, als hij ontspannen is... Wat doet hij ook in de zon? Helemaal, ja, voilà. Dus het is heel gezond de tong, eigenlijk, zo weet de tanden beneden, niet zo, niet gespannen, maar gewoon ietsje naar voren. Gewoon ontspannen zo, ja. Dit adem is heel goed voor de keel open, voor het lichaam open en allemaal. Dus ik laat alleen de keel open. Ik ga dat eerst voordoen en dan ga ik nog een beetje meer uitleg geven. Dit is de oefening. Nu deed ik dat met geluid. Maar normaal gezien moet dat zonder geluid zijn. Want ja, zoals ik zei eerder, ja, het moet niet. Gewoon dat jullie zien wat ik doe. Het was gewoon een voorbeeld, maar niet doen thuis. Dus deze spieren die hier zijn, niet de bovenste spieren, maar de onderste spieren, die zijn de diepste spieren. Die hebben we echt nodig, want die zijn de zachte spieren. En deze bovenop, die zijn de sterke spieren. De sterke spieren zijn wel ook nodig, maar die zijn echt voor kracht. En we willen dat nu even niet, want we willen een ontspannende spanning creëren. Okay. Ja? Dus de onderspieren, die de zachtere spieren zijn, die gebruiken we nu. En die gaan zo... Tik, 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 zo ongeveer. Maar mijn keel open. Ik kan dat ook niet doen en de hersenen kunnen dat ook niet volgen als je doet. Dat gaat niet. Dat gaat vanzelf. Daarom de keel blijft gewoon open en alleen de spieren doen dat vanzelf. Ja? Zonder geluid gaan we dat proberen? Samen. Samen? Is dat duidelijk, dat Pieter? Dat is voor mij heel duidelijk. Oké, okay, heel goed. De hond. 1, 2, 3. Werken, hè? Ja, inderdaad. Ik zal een tip geven. Ontspannen, hier de borstkast. Je moet dat ontspannen, dan wordt het makkelijker. Alleen deze gedeelte werkt. En de tong helemaal vrij. Oké. Okay. Ja? Ik heb het gevoel dat ik hier vooral zachte spieren heb, eigenlijk. Ja. Allee, ja. Denk het niet. Dus deze oefening en de tong is heel belangrijk. Want de tong, wat doet die in de mond? Die gaat zo tegen de tanden
En die is helemaal rechtdoor. Hier heb je de keel, dus hier van achter. Dan in die ruimte, omdat de tong is helemaal plat, dan in die ruimte kan je hoge noten en alles. Maar als de tong is niet plat en zit zo... Kijk, hier van achter is die helemaal... En zit in de keel, dan kun je niet echt zingen. Dan zie je met de keel toe. Daarom altijd, ook als je zingt, controleer de tong. Bordenspiegel is een heel goede oefening. Of voel dat altijd heel ontspannen, ontspannende kak. Altijd naar voren, naar voren, naar voren. Oké. Okay. Heel veel praktische tips. Dit was de hond. Dit was de hond, inderdaad. Jongens, nog één keer, hè. En let op, kom. Oké, en nu een klein beetje meer enthousiast, hè, jongens. Kom. Oké, nu gaan we naar de abdominale oefeningen. En waarom hebben we die nodig, Pieter? Abdominaal, ik vermoed dat je bedoelt hier in de streek van onze maag. Absoluut, en? Darmen, ja. Ook om de middenrif te versterken en ook alle onze spieren. Oké. Ja? Dus we gaan een oefening doen, maar we gaan dat in kleine blokjes eerst doen. Oké. Eerst ga ik dat helemaal zingen, dan kleine blokjes, zodat iedereen kan een beetje volgen. Jij doet het dus eerst helemaal? Eerst helemaal. Oké, we luisteren. Oké. En dit is allemaal in één ademhaling. Jawel, ja. Het lukt ons. Echt waar, het lukt. Dus het eerste blokje is... Dus heel goed articuleren, maar de mond moet niet heel sterk zijn. Moet ontspannen, dus articulatie doen we niet hier van voor. Articulatie doen we altijd in de back van de mond, dus achteraan, hier dus. R, P, S, K. De tong doet dat eigenlijk hier. Dus hier heel ontspannen. Nog een keer. R, P, S, K. Eerste groepje. Tweede groepje. S. Telkens vier keer, dan komt... Doen we nu r, p, s, k, ja. Doen we dat eens na elkaar met de mensen? Oké, het is goed. En voor de duidelijkheid, heb ik het juist? Niet stemhebbend, dus r, p, s, k. Dat is zacht. Ik zou nog meer r... Ja, maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is niet stemhebbend. Niet r, p, nee, inderdaad. S. Nee. Dus dat niet, mensen. Niet. Maar wel... Ja, dat komt echt van de buik, dat je terug voelt waar je zingt en waar is de ademsteun. Inderdaad. Ja, zeer goed. En dan dus RPKS. En dan sh. En dan sh van sjaal. Ja. Oké. Samen? Heel goed, samen. Terug. Verrassend. Nog eens? Ja. RPSK. RPSK. Oké, dank u. Samen, klaar? Oké. Oké, heel goed. Dan gaan we naar de volgende groep. Dan komt de S vier keer en dan de sh ook vier keer. Dus oké? Dat is eenvoudiger. Ga maar door. Ja, door. En de laatste groep is zoals je gaat gewoon... Ja, vier keer. En dan helemaal de laatste is dezelfde, maar trager. Oké. Doen we dat dus, die twee fuutjes? Ja. Reeksjes na elkaar? Na elkaar. Eerst de snelle en dan de trage. Oké. Oké, dus... Op S, eerst. Ah ja, dat ook. Oké. Ja. En... S, 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 s,
Oké? Goed, voor de duidelijkheid. We hebben r, p, s, k, sh, 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 s, 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 sh, 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 dus na de r, p, s, k komt sh, s, sh, en dan fiet. Oké. Oké? We zijn vertrokken. We ja, we zijn vertrokken. Met onderdoende gaan jullie dat ook leren. Klaar? Oké. Dus dit is vooral voor het middenrief, dat dat heel sterk is. Dat komt echt van hier, de push. Ja? Gaan we dat nog een keer herhalen? Samen. En. Ja, goed zo, Pieter. Leuk. Nog een keertje. Nog een heel keer. Leuk. Ja. Ja, als een vliegtuig. Nog een keertje. Vergeet niet verrassend te ademen. Yes. Heel belangrijk. Juist. Oké, goed. Heel goed. Dan, voor de abdominale kun je ook de andere oefening met de fles ook gebruiken. Het is dezelfde ademhaling, boelen en versterken spieren en de abdominale ook terug. Dan, heel belangrijk na al die oefeningen op harmonie, lijf, ademhaling en ook abdominale oefening. Nadien, voordat we beginnen te zingen, is heel belangrijk. We hebben hard gewerkt, hè? Dus we moeten even het gezicht wel even masseren. Want dat doet heel veel deugd en ook groot verschil. Je gaat dat zien, dat ontspant direct de kaak. Dus begin hier met het gezicht gewoon even masseren. Oh, echt, het is enorm. Oh, lekker. Mm. De tong hier ook masseren. De kin. Want de tong. De tong langs binnen? Ja, hier, zo. De, ah. Daar is de tong, helemaal. No. Diep hier. Kijk, als je dat masseert, dan voel je dat, oh ja, de tong oh, ja. heeft een beetje pijn. Die werkt veel te veel. Wat een revelatie. Ja. Oh. Oké, heel goed. Pieter. Hm? Ja. Sorry. Oké, goed. En dan denk ik ook, ja. Als je ja, precies een bloem ruikt of een lekker frisse lucht, altijd dit. We hebben een dagelijkse ja, leven, het is altijd heel druk. Dus op het moment dat we gaan beginnen zingen, we doen alleen maar dat. Ja, dus denk gewoon, nu lekker zingen. En dat verandert helemaal je manier van denken ook. Dat helpt heel veel. Mindfulness. Ja. Oké. En dan straks gaan we naar de steun en legato. Goed. Steun en legato. Pieter. Ja? Wat betekent legato eigenlijk? Want ik versta dat niet zo goed. Wel, ik denk dat het betekent dat je de noten gebonden moet zingen. Mm-hmm. Heel goed. Gebonden. En waarom? Wat gebonden? Wat moeten we binden? Eigenlijk al de noten en de klinkers of medeklinkers, dat alles in één mooie vloeiende lijn. Ja, zinnetjes. Zinnetjes, frases. Ja. Absoluut. En in welke taal is dat? Legato is Italiaans. Absoluut. Heel goed. Legare. Ja, ja goed zo. Ik heb gedacht, ja, je bent op vakantie geweest. Hè. Ja. Goed, dan gaan we direct beginnen met de eerste oefening. En dat is op één toon op do, graag. Ja, ik ga dat eerst voordoen en dan geef ik uitleg. Dat gaat over ni, je, a, o, u. Dus vijf medeklinkers samen met klinkers, maar ni, je, a, o,
oe. Dit is heel belangrijk waarom. We doen dat in één noot, helemaal al die vijf noten, gewoon om juist te binden. En ook nie, om gewoon, we zingen nooit naar buiten, want dan pushen we. En dan worden we ook moe en hees. We zingen altijd naar binnen, dus altijd naar ons. Je staat groot en je zingt naar jou toe. Oké, ik begin. Is het duidelijk? Heel duidelijk. Okay. Dus jij zingt dan op het niveau van alt-sopraan. Ik zing het octaaf van... voor tenoren, amassen, bariton. Inderdaad. Ja. Okay. Heel goed, Pieter. Klaar? Iedereen klaar? Oké. Het is heel belangrijk bij deze oefening dat je denkt en je luistert niet alleen naar de mooie melodie. Het gaat niet over de melodie. De meeste van de oefeningen zijn in functie van de techniek. Dus spreek echt uit nie, je, a, o, o. Maar niet hier van voor, maar wel van binnen. Denk dat je een hete patat hebt in je mond. Zoveel ruimte moet je daar binnen hebben. Nie, o, zie je helemaal rond. Resonantie in je eigen ruimte. Absoluut. Dus een warme patat. Een kleine patatje. Nou. Oké. Okay. Goed. En? Nie, lange lijn, altijd, altijd recht doorgaan. En... Want je moet altijd heel zacht beginnen ook opwarmen. Niet te veel dingen, tersen ofwel intervallen of noten omhoog, omlaag. Je moet altijd rustig beginnen, want er zijn zware stemmen, zoals die van mij. Bijvoorbeeld, zelfs na een paar oefeningen moet ik dat nog rustig doen, want mijn stem is koud. Zo noemen we dat, koud. En de lichtere stemmen die kunnen onmiddellijk ook heel hoog gaan. Dus rustig aan. Ja? Oké, we gaan naar de tweede oefening van steun en legato. We gaan een toonladder doen. Dus omhoog, omlaag, omhoog, omlaag en rust. Het gaat zo. Het begint op sol. Dank u, Jan. Nee, niet sol, maar op sol. Goed zo. Op de lettergreep sol. Ja, greep sol op de noot do. Oké. Sol. Dus zo. 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 Oké? Ja. Goed. Samen? We blijven nog een keer op de do, denk ik dan. Op de do, ja, inderdaad. Oké. Okay. Maar een beetje sneller, hè? Want ja. En één adem dan ook. Tuurlijk, tuurlijk. Voilà. Oké. Zo.
Tenoren en sopranen gaan maar verder. Ja. Duidelijk. Ja, en ook tof, ook gewoon een beetje energie. Je mag daar ook niet te veel in forceren, denk ik, voor mensen ja, die denken van... Dus oei. Niet te hoog bij het begin van het beginnen opwarmen. Echt. Ja. Je moet dat langzaam, langzaam. Met elke oefening ga je één toon hoger. Maar je gaat toch over hoge noten spreken, hè? Ja, cijfers. Straks. Dus hou het eventjes rustig en heb geduld. Oké, de volgende oefening gaat over octaven. En het is ook heel belangrijk voor legato. Klinkers en medeklinkers zijn na, e, i, o, u. Dus de i is nooit i zo, want dan is het te breed en de stem gaat in de keel. I, dat is echte Italiaanse klinkers. Klinker. Moeten we echt uitspreken in zang. I. Dus na, e, i, o, u. Ja? Na, e, i, o, u. Ja, doe maar. Na, e, i, o, u. Ja, super. Dat was heel goed gesproken. En zelfs, ik voelde in mijn lichaam wel de vibraties dat je echt van hier sprak. Echt heel gezond, heel goed. Oké, ik ga dat zingen. We gaan op de fa beginnen. Dat we gaan. Nee, dus nog altijd hier niet spreken, maar wel een hete pataat, wel van achter. Naio, naio, naio. En nu gaan we terug naar de do. Dank u. Oké, gaan we samen beginnen? Ben je klaar? Naio voor de bariton. Ja. Onze bariton voor vanavond. Dank u wel. Mm. En voor de sopranen altijd met mij. Goed. Ja, klaar? Verrassende ademhaling, vergeet het niet. Naio, naio, naio. Hoger, dank u. Naio, naio, naio. Goed. Naio, naio, naio. En stoppen even. Dus het is heel belangrijk in een oefening dat we doen een paar oefeningen stijgend, halve toon, maar drie noten, maar dan komen we terug zodat onze larynx, dus onze strottenhoofd, blijft altijd ontspannen en naar beneden. Dus nu gaan we terug naar, een beetje naar beneden. Dus ja, ja, van de fa en terug naar beneden. Ja. No. No. Inderdaad. Klaar? Samen? En. Naio, naio, naio. Goed. Naio. Ademen en naio, 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 naio. Ja, tot daar. Dank u wel, Jan en Pieter. Dus telkens als we... We gaan dat ook in de hoge notengedeelte zien, maar deze oefening, als we gaan naar de hogere noten, denk altijd het tegenovergestelde. Als we zo gaan denken, naio, naio, zie je, mijn keel is toe. Dus denk altijd naar beneden, want dit is jouw lijf. Jij zingt, de stem zit nergens daar, zit in jou. Ja? Naio, naio, naio. Ik zing, ik heb het, dus jij bent de sterke. Je kunt het. Oké, dan gaan we naar een andere oefening. Dat is ook met een octave, Pieter. Oké. En deze keer zingen we en spreken we heel veel muzikale noten. Dus dat is onze tekst. Oké. Ja? Doe jij voor? Absoluut.
Do, 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 re, mi, fa, sol, la, si, do, do. De bedoeling is van die tekst, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dat je niet heel ontspannen zegt. En niet alleen do, re, mi, fa, sol, niet hier. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Altijd met die pataat, denk. Oké? Okay? Ja, zeer goed. Ja. Doe je nog eens voor? Nog eens voor, ja. Do, 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 re, mi, fa, sol, la, si, do, do. En de mond, niet van al kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Altijd zo. Oké, okay. Okay? Duidelijk, Pieter? Do, 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 o, do, 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 re, mi, fa, sol, la, si, do, do. Ja. Do, o, do, 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 re, mi, fa, sol, la, si, do, do. Inderdaad, dus in de bovenste noot is odo. Ja. Do. Odo. Odo. Ja. Samen, klaar? Do, 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 re, mi, fa, sol, la, si, do, do. Do, 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 re, mi, fa, sol, la, si, do, do. En do. Mi fa sol la si do do klimlaag en do 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 re mi fa sol la si do 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 re mi fa sol la si do do keel open naar beneden do 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 re mi fa sol la si do 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 re mi fa sol la si do. Waar zaten we nu? Ja, gewoon. Dus rustig aan, dat is niks. Inderdaad. Goed. Dat was het ook voor Stun en Legato. Als jullie vragen hebben, dan ga ik dat straks wel horen. Zometeen dan gaan we naar de quinten. Met de quinten beginnen. Ja, absoluut. Een beetje water drinken. De quinten. Wat zijn de quinten eigenlijk voor de toeschouwers? Ik denk altijd aan Game of Thrones. Pam 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 pam. Goed, Pieter. Dat is een heel leuke, ja, trouwens. Ja. Heel goed. Dus de quinten, ja, het is de verhouding, zoals in het Latijnse, tussen de eerste en de laatste noot is een quint. Blijf dus. We beginnen met de mi-a. Zeer simpel, dat kunnen we allemaal. We beginnen van de noot la. Dank u. Mia. Ja, is dat duidelijk? Zullen we dat samen doen? Allemaal samen? Jij doet voor en ik doe na. Anders. Ja, want deze oefening gaan we niet alleen stijgen, maar ook dalend doen. Jij gaat dat zelf... Ja, ik ga dat een beetje coördineren. Oké, okay, oké. Okay. Heel goed. Mia. 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 Lager. Mia. Mia. Mia.
Wat? Dat heb ik niet gezegd, hoor. Hebben we nog een oefening? Ja, we Quinten. Hebben nog een oefening met de quinten. Ja, inderdaad. In deze gaan we tersen doen. Ook met dezelfde tekst. Mia, mia, mia. Ik ga dat worden. Op een sol. Dank. Ik luister. Mia, 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 mama, 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 mama. Mia, 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 mama, 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 mama. Ja, ja, inderdaad. Okay. Dag, mama. Samen, klaar, goed ademen en... Mia, 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 mama, 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 mama. En. Mia, 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 mama, 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 mama. Goed. Mia, 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 mama, 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 mama. Mia, 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 mama, 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 mama. Goed articuleren. Mia, 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 mama, 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 mama. Mia, 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 mama, 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 mama. Mia, 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 mama, 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 mama. Goed. Mia, 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 mama, 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 mama. Mia, 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 mama, 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 mama. Mia, 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 mama, 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 mama. We can't talk. Heel goed. En dan, zometeen gaan we ook naar de hoge noten. Jeeha. Ja. Dus, bij de hoge noten, wat is heel belangrijk, Pieter? Niet forceren. Ook zeker hoe hoger je gaat, denk ik, connectie met de grond, met absoluut. Aarding, zoals we zijn. Mm-hmm. Vind ik toch? Mm-hmm. Open keel, mm-hmm. Of strotte hoofd. Ah ja, naar? Strotte hoofd naar beneden. Absoluut. Je hebt daar een oefening voor, denk ik. Heel belangrijk. Ja, ik heb een oefening voor. Dus de strotte hoofd, waarom is dat belangrijk? Dat die beneden blijft. Omdat anders de keel is helemaal open en we kunnen niet zo hoog zingen. Bijvoorbeeld. La. Ja, nee. Dat is heel slecht. Okay. Dus dan ook de strotte hoofd is omhoog. Nee, dan kunnen we ook niet meer hoger gaan. Die moet onderblijven, zodat we hebben ook meer ruimte. Tuurlijk. Dan hebben we heel veel ruimte hier en alles open. Oké. Dus eerst en vooral voordat we naar de oefening gaan, we gaan een toonladderoefening doen. Ik wou eventjes spreken over de kopstem en de borststem. Want wat ik nu deed, deed ik een borststem, toch? Tot hoog. Maar ja, we kunnen niet voor eeuwig omhoog gaan met de borststem. Dus kort gezegd, we gaan... Ja. Een combinatie. Zorgen dat we van onze borststem naar onze kopstem kunnen gaan. Absoluut. Dus de borststem is E. De kopstem is
Voor de mannen? Dus buik gaat zo. Dus die combinatie van de twee, we moeten mixen. En dat is het beste om te doen, om te zingen. De mix. Mag dus. Je dat eens doen voor de mannen, zodat ze dat ook goed ervaren? Ja. Uh-huh. Dus, want dat is in het octaaf van de mannen doe je in borststem. Inderdaad. Ja, dus als je zingt een liedje dat je heel graag hebt en heel zacht, je bent aan het koken, je bent aan het stofzuigen of ik weet niet wat, thuis, en je zingt... Dit is de kopstem, zo simpel. Dus zing gewoon uit je eigen, niet om echt te zingen en te tonen. Is het gewoon voor jouzelf. Dat is de kopstem en dat is wel heel gezond. En nu de oefening. Dus, de oefening gaat zo. Handen omhoog. Helemaal. Dan, als de... Zo, Pieter. Tegen elkaar. Ja, voilà, heel goed. Die komen de handen dan naar beneden. En hier hebben we een ballon. Ja. En dan hier precies zoals die kwallen. Die doen zo. Maar echt zo. Dat moet je voelen. Tegen elkaar de vingers. En dan doe je... No. Nu heb ik dat traag gedaan. Zelfs gaan we dat sneller doen. En is dat de juiste toon om mee te dat beginnen? Is een ik deed dat op een do, omdat dat makkelijker was. Maar we kunnen beginnen op een fa. Zeer goed. Dus ja. Doe het nog eens voor. Ja. Met de beweging. No. Een octaaf lager, dus de mannen een octaaf lager. Dit na, dus. Dit dus, na, inderdaad. En de vrouwen zoals ik het deed. Ja. Oké? Okay? Ja. Okay. Goed. Klaar om te beginnen? Gaan we omhoog? Samen allemaal? Oké. Okay. We komen naar beneden. Hier is de kwallen. En dan... No. Waarom gaan de handen omhoog, de kwallen omhoog? Waarom gaan dat? Zodat hier is helemaal activeerd, dan is energie ook, maar ook. Dat willen we niet, die effect. Nee, die lagere noten moeten even hoog blijven qua positie en even energievol en met de boven tonen blijven zoals de hogere noten. En ga je nu met die oefening naar boven? Met die oefening ga ik omlaag. Naar omlaag. Naar omlaag, ja, inderdaad. Oké, okay, want het is hoge noten, maar we gaan omlaag. Ja. Maar dat is goed. Heel goed. Dus, ik ga er omhoog. Ja. Wacht. Dus nog we gaan handen... pas na de ballon beginnen zingen, hè? Ja, dus okay. Deze gaan we naar de kwalen. Ja. De handen samen. Ontploffen. En dan... No. Oké, nog eens. Nog eens. En. No. Dank u. No. Dus de kwalen telkens zo. Pam, 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 pam. En. Is op de A te blijven, dan kun je de na terug articuleren. Na, na. Enzovoort. Op de na terug. Ja? Ik ben benieuwd naar je volgende oefening. Ja? Goed. De volgende oefening is... Oera, oera, oera. Dat is heel veel... Rrr. Ja, heel veel articulatie. Oera, dus geen H. Gewoon oera, 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 oera. Op de sol beginnen we. Ik luister. Oera, 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 oera. Ik doe het in de... Zoals een victory, zo van, ja, we hebben gewonnen. Ik doe het in de bariton. Dus ja. Doe jij nog eens? Oera, 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 oera. Baritons.
Hoera, 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 hoera. Oké, okay. En dus je voelt dat terug daar de ra. Oké, okay. Nog een keer goed ademen. En. Hoera, 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 hoera. Hoe stijgen? Hoera, 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 hoera. 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 En nog eentje. Hoera, 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 hoera. Nog eentje. Hoera, 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 hoera. Hoera, 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 hoera. Hoera. Goed, hoera, jij. En dan doen we nog een oefening met coloratura. Dus een snelle oefening. Coloratura. Allemaal, ja. Voor de coloratura. Mensen die dat niet begrijpen. Ja, wat is dat, de coloratura? Leg het mij uit, alsjeblieft. Coloratura komt van Italiaans. Mm-hmm. En coloratura is zoals fioreren. Dus aan de noten, nog kleinere noten, gewoon versieren. Ja, het is een soort versiering. Coloratura. Dus de snelle noten die gaan die heel virtuoso zijn. Omlaag en om. Zijn speciale stemmen die Handel. Dat kunnen ook. Haydn ook. Mozart. Rossini. Monteverdi. En zo verder. En zo, Donizetti en Verdi ook. En allemaal ook de romantici. Alle tijden, alle stijlen. We doen. Ja. We beginnen op een so. Middenklinker so? Ja, middenklinker so. Is heel belangrijk dat het S echt. Heel goed gearticuleerd is. So. Op een do. So. So. Ja, zoals een Japans. So. Op, ja, op sokken. So. So. Goed. So. Ik deed dat heel traag. Maar normaal gezien gaan we dat veel sneller doen. Ik wil gewoon eventjes voor de kijkers... Te okay. Weten, juist de noten. Ik doe het nog eens een bariton. Oké, okay, en dit is dat is bewust oefening. Switchen tussen borststem en kopstem? Wel, ja. Omdat afhankelijk van de stemmen, van de alt ja. En zo laag is, dat kan. Okay. Maar dat is een heel gezonde proces. Dus met de borststem. Dus ik zou kunnen doen... Zingen. So. Ja. Er zijn andere stemmen die niet gebruiken, dit en van bewust of zo, kunnen gewoon zo. Ja. Alleen kopstem. Voor de ik heren, heb graag te mixen. Voor de heren, ik denk dat je sowieso op die toon eerst volledige pure borststem. En als we dan hoger gaan, ga je kunnen proberen om rustig ja. In kopstem te zingen. Okay. Ja, absoluut. Samen, klaar? En. Zo. Dus niet hier telkens zo. Dit is niet de bedoeling. Zo. Met het diafragma. Ta, 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 ta. Dat werkt vanzelf. De lucht spint zo. Dus het is niet meer nodig helemaal hier met de mond te doen. Anna, volgens mij is dit een oefening waar je dan uiteindelijk helemaal de hoogte in kunt gaan. Absoluut. Fantastisch. Ja. Oké, okay. Ik denk dat we nu over moeten naar het volgende. Naar deeltje. De volgende? Naar de keel openen. Nog één oefening? Ja, okay. Nog één oefening naar de keel openen. Naar de volgende. Het volgende deeltje sessie. Bedoel je? Inderdaad, dan gaan we deeltje. Daar nu naartoe. Ja. Dank u. Ik ga een beetje. Ja. Thank you.
Dat was even een leuke... Intermezzo. Intermezzo, inderdaad. Dus nu gaan we naar de keel open. Iedereen zegt keel open, maar wat? Keel open, waar zie je dat? Dat is precies Chinees spreken. Je bedoelt gewoon keel open wil zeggen ja. Geen spanning. Geen spanning. Dus stroom. Ja. Ik zal een overgeven gevoel, zo, dus tong, alles open. Zoals je gaat naar de dokter en hij zegt, ah, ik voel een beetje jouw amandelen open. En je doet dit. Kijk, de tong is helemaal ook plat. Is helemaal open, of als je in de trein slaapt, gewoon even, dat is ook helemaal de keel open. Ja. Dat overkomt mij wel vaker. Ja, wel, oké. Okay. Van Brussel naar Gent en dan in Oostende aankomen. Ja, dus een heel goede oefening om te doen als je zingt of voor de keel open, is dit positie te oefenen, dus ook de spieren hier. Je zet een vinger hier, niet voor de tanden, hè, maar echt net onder. Aha. Net onder, en zo zing je jouw oefening. Ja? Oké. Okay. En de kaak los naar beneden? De kaak los naar beneden, maar goed genoeg open, zodat hier, ja, zoals die warme pataat. Het scharniertje ja? Open, ja. Ja. Oké. Okay. Helemaal. Wat is de oefening? En we doen een seconde. Anna? No. En we beginnen op een fa. No. Na. Nog een beetje kaak losser. En... No. 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 Oké, heel goed. De laatste oefening dat we hebben voor vanavond is ook heel belangrijk voor de hoge noten. Eén keel open, allebei. Dus nu gaan we een stoel pakken, Pieter. De chair. Ja. Een stoel pakken. Ik ga dit even opzij zetten. Oké. Dus goed comfortabel zitten van voor, echt in het midden van de stoel. In het midden van de stoel? Ja. Heel goed. En dan goed benen open. En dan zie je de ellebogen zitten op jouw knieën. Zo. Nu, wat ervaren we, is dat de rug is helemaal open en we kunnen nog beter ademen. En dan gaan we met de hoge noten beginnen en zo keel open ook. Op la. Drie noten, dus si, so, do, la, fa. Ja. Dus we ademen goed. La. Zoals la, 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 la. Gewoon het la. Kan, als voor iemand gemakkelijker is, want la, dan kan la, ook la, la, la kiezen of la, a, a. En we stijgen dan of we dalen? We stijgen. La. Oké. Okay. Okay. Goed ademen, zo. Ontspannen ook je nek. Ja? Ja, belangrijk. Goed ademen met de rug. Okay. 1, 2, 3 en la. Een beetje sneller. La. Van stroming, zoals een wiel die altijd draait en draait en draait, altijd zo. Want de stem, we geven en die komt terug naar ons. Net zoals een pingpongbal. Ja? Dus la. La, Anna. Ja. Ik ga één ding zeggen. Je bent onvermoeibaar, dat is fantastisch. Dank u wel. Ik denk dat de mensen nu al op je website zitten te kijken wanneer ze een les kunnen volgen bij jou, waar en hoe. Ik zou het zeker aanraden. In ieder geval, ik denk dat wij stilletjes naar het volgende item moeten. Ik ben benieuwd. Kijken, want daar zit hij, meneer het publiek. Hij is er al heel het weekend bij ons. En ik wil gewoon vragen, hoe is de sfeer daar? Ah, zeer goed, zeer goed. Mensen zijn heel, heel enthousiast, Pieter en Anna trouwens. Ja. Super. Anna vooral, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja.
kan alvast zeggen dat ze zeker niet in slaap gevallen zijn. Wie trouwens goed opgelet heeft bij de inleidende oefening, dan had je de schoenmaat van Pieter kunnen raden toen hij op de grond lag. Ik ben benieuwd naar de antwoorden in de chat straks, om even wat meer actie erin te krijgen. Heel fijn om te horen dat het spelen van een instrument, in jullie geval een strijkinstrument, ook het leren zingen verder bevordert, denk ik. Leo Roels laat trouwens weten dat je een schitterende lerares bent, Anna. Hij denkt nog vaak terug aan de vele zanglessen. En ik kan hem wel volgen, hoor. Die energie die je nodig hebt om te zingen, zo verwoord je het zelf ook, dat zie je gewoon van je afstralen tijdens de coaching. Pieter had het daarnet ook gezegd. Anna, je bent een Albanese-Belgische zangeres. Een interessante vraag die zich misschien stelt. Hoe ervaar jij het muziekleven, meer bepaald het onderwijs, onze muziekopleiding, met die van Albanië? Kan je daar eventueel een kort antwoord op formuleren? Ja, natuurlijk. Cultuur in België is wel heel rijk. Ik woon hier, ik hou van dit land, ik heb zoveel hiervan geleerd. Het is gewoon dat de structuren in de scholen is totaal anders. Daar bijvoorbeeld mensen moeten kiezen echt voor een instrument vanaf de leeftijd van 5 jaar of 6 jaar. En dan doen ze dat ook echt, echt serieus. Dus academisch, zoals hier, dat iedereen heeft zo'n luxe om te volgen en dat dat niks kost. En met elke week lessen, dat hebben we zeker niet. Dus daar bestaan ook scholen waar je kunt dat ook als hobby volgen voor alle leeftijd. Maar eigenlijk de scholen zelf, die zijn heel serieus, heel hoog niveau. En ook van hele jonge leeftijd begonnen. Dus er kunnen er wel zo echt toptalentjes die daar terechtkomen, die kunnen echt voluit... Voluit, ja, inderdaad. Ja, gaan voor 100%, inderdaad. Ja. Okay. Ja, toch een groot verschil met ons land, hè, Pieter, denk ik. Maar ja, wij hebben natuurlijk... ons academienetwerk vind ik wel natuurlijk een hele rijkdom. Dat is heel democratisch ook. Absoluut. Maar natuurlijk in ons dagonderwijs... ja, misschien een oproep aan beleidsmakers... om in het dagonderwijs toch echt alsjeblieft hier veel meer mee bezig te zijn. Zingen in het onderwijs, alsjeblieft. Ja. Het is een oproep aan mensen, absoluut, beleidsmakers en mensen in het onderwijs. Zing met je kinderen. En die uur van muziek, dat willen mensen uitschakelen, ja, van de dagschool. Allee, dat is super. Jongens, ik heb meisjes, een zoon van 13 jaar en die geniet zoveel van. Ja. Niet omdat ik dat zeg, het is echt zo. Ze leren ook zoveel bij. En ze zijn een groep. Ze zingen, dansen samen, niet alleen voor de boeken, maar het is wel een en zingen is werken, proces. Dat merk je hier in deze sessies. Ik denk dat je mij gelijk gaat geven als we aan de mensen van het onderwijs kunnen zeggen van alsjeblieft, als je met je kinderen zingt, dat is niet enkel voor de fun, dat is niet enkel luid roepen of de liedjes van Studio 100 met alle respect uiteraard meezingen, maar gewoon... echt daar tijd voor maken, daar in de les tijd voor maken. Mm-hmm. Anna, sorry, het is naar jou vraag een uurtje. Nee. Ik vind dat heel goed, want ik ben helemaal mee eens. Ik vind nu, okay, we waren in de corona een heel moeilijk moment voor de cultuur, maar ook dat ze allemaal uitschakelen, al die andere middelen, en binnen nu de moment dat allemaal te doen, ik vind dat een beetje profiteren. Als ik mag dat zeggen. Maar kijk. Ja, kijk. Ik denk dat we heel veel discussies inderdaad nog kunnen opstarten. Maar ik ben volledig pro. Ik ben volledig jullie pro. Kunnen verder discussiëren, hè, meneer het publiek? Absoluut, ja. Ik neem het hierover. Het is dat. Was ik fel? Ik heb je vroeger al verteld dat Puccini, net zoals ik, lui en geniaal was. En niet te vergeten, heel geliefd bij het publiek. Hij neemt je mee in zijn arias naar verre horizonten en grote verlangens. Zo verlangt Butterfly naar de man die op een dag de haven zal binnenvaren en de heuvel op zal wandelen. Hij zal haar naam roepen van op een afstand. Maar ze zal niet antwoorden, om niet te sterven van opwinding. Hij zal haar kleintje, lieve vrouw en oranjebloesem noemen. Amai zeg, als dat geen mooie aria is. Wie zo'n mooie dingen schrijft en op muziek zet, moet echt wel een grootmeester zijn. En wij hebben het geluk dat Anna nu in de rol van Butterfly zal kruipen en het prachtige lied voor ons zal zingen.
Dankjewel. Het was echt adembenemend mooi. Ik wil Anna bedanken voor de laatste coaching van dit weekend. Dank ik wil wel. Ook Jan bedanken, onze huispianist. Bedankt voor alles. En ik wil vooral jullie thuis bedanken. Jullie allemaal voor jullie grote enthousiasme, jullie aanwezigheid, jullie meedoen en jullie goesting naar meer misschien. Want, dat wil ik zeggen, we willen een vervolg van U Zingt. We zijn al enkele data aan het plannen. We gaan iets organiseren voor de allerkleinsten. Dus coachings voor de kinderen. En we gaan ook iets organiseren in de zomer rond hedendaagse en experimentele muziek. Wilt u ons steunen? Dit was allemaal gratis, met dank aan de Vlaamse gemeenschap. U kan via de aankondigingspancartes hier in deze streaminglink iets storten op onze rekening. En dan kunnen wij misschien effectief verder doen. Dank u wel allemaal en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag.